In de eerste aflevering zangeres Hint Hakkie uit Tilburg, ook wel bekend als Double H. Female MC. Ik rap, ik zing, ik schrijf en ik ben gewoon heel actief. Van kleins af aan was iedereen eigenlijk al bij ons thuis heel erg ook gewoon een actieve luisteraar. Mijn broers die luisterden bijvoorbeeld heel erg naar reggae, hip-hop, house. Mijn zus die luisterde heel veel naar R&B en hip-hop soul. Mijn liefde is gewoon heel groot voor muziek. Ik merkte toen ook van dat die twee culturen mij toch best wel veel deden. Ik had zoiets van, in Nederland ben ik dus ook een buitenlander. Als ik in Marokko ben, ben ik ook een buitenlander. Dus waar voel ik me eigenlijk dan echt thuis? En daar heb ik uiteindelijk een nummer over geschreven, Two Worlds. Ik doe gewoon waar mijn passie ligt. En ik ben er eigenlijk niet echt bewust mee bezig van oké, ik wil een rolmodel zijn. Het is meer gewoon van ik doe gewoon wat ik heel erg leuk vind. En als dat voor andere mensen hun weer inspireert om zeg maar hun dromen te volgen, dan vind ik dat alleen maar goed om te horen. Ik heb zeker iets meer Brabant. Ik bedoel, mijn accent sowieso. Ik bedoel, echte Tilburger. Ja, ik ben hier geboren, dus voor mij is het gewoon heel erg vertrouwd. De omgeving, de mensen, het accentje natuurlijk. Carnaval, dat hoort gewoon bij mij. Ik bedoel, ik ben gewoon een echte Brabander. Ik heb van thuis uit, sowieso nu krijg ik gewoon echt alle support. In het begin was het natuurlijk wel heel anders. Want het was echt, ik was als 15-jarige meid, zit ik daarmee met rappers in een schuurtje. Op een gegeven moment, toen ik een jaar of 20, 21 was, ben ik achtergekomen dat er dus een opleiding was. De Rock Academie in Tilburg. Die heb ik afgerond in 2011. Ben ik ook afgestudeerd als het eerste film MC. Van de Rock Academie. Een aantal hoogtepunten. Grote prijs van Nederland, dat we uiteindelijk toch voor mijn gevoel heel ver zijn gekomen. Ik bedoel, toch tot de halve finale. Maar als ik dan kijk hoe de support was vanuit Tilburg, dat we echt gewoon met bussen vol die kant in gingen. Ja, dat was voor mij gewoon echt doop. Dat was, vond ik echt, ik hoefde die grote prijs niet eens te winnen. Ik zag alleen het publiek al en ik zag gewoon die love, weet je wel. En dat vond ik gewoon echt nice. Ja, elke keer dat ik toch gewoon hetgeen wat ik zeg maar voor ogen heb of doel, dat ik dat toch elke keer toch wel behaal. En dat zijn voor mij toch elke keer de hoogtepunten. Dat ik dan denk van, shit man, ik had het niet verwacht dat ik het kon halen. Of dat het mijn, weet je wel, dat het voor mij is weggelegd. Dus in heel veel dingen kan ik een hoogtepunt zien. In het hebben van een eigen huis, weet je wel.